Vlaanderen in de wereld is een van de mooiste kunstwerken van het Vlaams parlement, net omdat het zo prachtig geïntegreerd is in deze ruimte. We hebben de ronde tafel en het cirkelvormige kunstwerk dat daar net boven hangt. Het is symbolisch belangrijk dat dat een ronde tafel is. Hier zitten de fracties niet te vechten. Hier wordt er harmonieus samengewerkt om allerlei beslissingen te nemen die ook van praktisch belang zijn voor het Vlaams parlement. Het kunstwerk zelf dan, daar ziet u een grotere trompet en een kleinere. De kleinere moet Vlaanderen uitbeelden, maar je ziet dat die toch nog altijd relatief groot is uitgebeeld. Wat eigenlijk wil zeggen dat we als Vlamingen zeker niet te bescheiden moeten zijn over onze rol in de wereld. Op vlak van kunst, maar ook Nina Derwaal in de sport bijvoorbeeld. Ook op vlak van wetenschap, innovatie. Vlaanderen is een topregio in de wereld. Heel belangrijk in het kunstwerk zijn natuurlijk de afgebeelde dieren. We hebben een aantal neushoorns en giraffen die op het werelddeel staan, als ik zo mag zeggen. En dan de vogeltjes die op de Vlaamse trompet zijn afgebeeld. De functie van die kleine vogeltjes wordt wel eens vergeten, maar die pikken parasieten uit die grote dieren. En dat betekent eigenlijk dat Vlaanderen echt wel een nuttige functie ook heeft in de wereld en vooral heel veel samenwerkt met de rest van de wereld. En dat wordt hier eigenlijk toch wel uitgebeeld. Een wereld waar de kleine naar de grote luisteren, maar de grote ook naar de kleine luisteren. Ik ben Karin Brouwers van CD&V en ik heb gekozen voor het kunstwerk Vlaanderen in de wereld van Hugo Duchâteau. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.